Wat mandarijntjes alsjeblieft. Een kilo of een kist? Kilootje. Vroeger verkochten we mandarijn op de markt zonder pit. En dan riepen we altijd, voor elke pit een gulden. Maar gelukkig kwam nooit niemand terug. Mijn naam is Mustafa Amhoush, tweede generatie Marokkaanse Nederlander en ik ben zittend Kamerlid voor het CDA. De markt die ken ik heel goed. Ik heb zelf in het verleden 4 jaar op de markt gewerkt in mijn studententijd. Het was een geweldige, schitterende tijd waar ik heel veel geleerd heb. En daar zie je de dingen ook heel goed gaan. Het gaat om handel drijven, het gaat om een puur product kopen. Dat is belangrijk. Het gaat er niet om wat je afkomst is als klant of als ondernemer. Is dat goed? Hij probeert het. Iedereen krijgt daar eerlijke kansen om zijn zaak te doen of om zijn spullen te kopen. En ik denk dat dat belangrijk is ook in Nederland, als we een beter Nederland met z'n allen willen, dat we dat ook vergroten. Dat we met z'n zeggen, we hebben gedeelde waarden en normen. Dat we daar met z'n allen, ongeacht waar je vandaan komt, bewaakt die waarden en normen. Dat je ervoor opkomt, dat je zegt tot hier en niet verder. En dat we die ook overbrengen aan de keukentafel naar onze kinderen. Mijn vader kwam in de jaren 60 naar Nederland toe om hard te werken. En hij gaf ons ook altijd mee, vroeger, kies voor Nederland, want dit is jullie land. Jullie zijn hier geboren en hier ligt jullie toekomst. En ik denk dat als dat goed aandacht krijgt, dan wordt toch Nederland een prachtig land.